even stil als een schot in de dag. Maar daarna gingen de jaren aan het voorval ver voorbij. De tijd stond even stil als een neergehaalde vlag. Maar vragen in de mist van jaren maken zich nu vrij. Om 6:09 in de vroege ochtend van 25 augustus 1972 belde caféhouder Kleijsen, die vlakbij de Rijksweg 16 woont, het alarmnummer 0011 in Breda. Dit telefoongesprek werd destijds op band vastgelegd. Alarmcentrale 0011. Hallo? Ja? Ja? Zegt u het maar. Ja, u spreekt met Kleijsen Prinsenbeek. Met Kleijsen in Prinsenbeek. Hier op de Rijksweg. Ik kan niks zien van de mist, maar het is hier een geweldige situatie, denk ik. Het verkeer dat stopt allemaal. En ik hoor de mensen allemaal schreeuwen en kwijgen. Oh jee, en op welke Rijksweg is dat? Op de Rijksweg 16. Ik kan er verder niks van zeggen. Hier is niemand geweest om te bellen. Hoor maar eens. Ja, is dat van Rotterdam naar Breda toe? Breda-Rotterdam, ja. Breda-Rotterdam. Bij Prinsenbeek, hè? Bij Prinsenbeek. Ik zal het gelijk even doorgeven. Ik denk wel dat er een aanrijding is dan. U hoort wel wat dank u wel, hè. Ja, prima, daar. Dit was de eerste melding van wat het grootste verkeersongeluk in Nederland zou blijken te zijn. De telefoniste van de centrale meldkamer gaf direct het bericht door aan de geneeskundige dienst in Breda. Ja, ik krijg wel een berichtje door, maar ik denk dat er op de grote weg van Rotterdam naar Breda bij Prinsenbeek een aanrijding geweest is. Want hij zegt, het is een enorme ravage. Tenminste, een hoop herrie en een hoop gehuil, zegt hij allemaal. Maar hij kon niks zien vanwege de mist. Dus ik denk wel dat er een aanrijding is, hoor. Ja, we gaan allemaal even kijken. Ja, voor alle zekerheid. Ja. We rijden hier in de auto van de agenten Berben en Van Strien van de gemeentepolitie in Breda. Wat deed u toen u eigenlijk de omvang van de ramp zag? Want u dacht dat het een gewoon verkeersongeluk was, hè? Nou, we zagen dus ter hoogte van Prinsenbeek zagen we dus donkere silhouetten. En dat waren wat vrachtwagens, wat personenwagens. Daar zijn we langs gelaveerd, via de vluchtstrook tenminste. Dat hebben we geprobeerd, dat lukte in eerste instantie niet zo best. En toen kwamen we dus in het centrum. Kwam dus het ongeval, waar dus alles in brand stond en nou, dat was een hel. Dat is niet om aan te zien. Daar kun je wel bejanken eigenlijk. Wat heb je toen het eerste gedaan? Nou, het eerste gedaan, dat is, we hebben doorgegeven aan onze mobielefoonkamer dat het dus een verkeersramp was. En toen zijn we er maar uit, toen zijn we er samen uitgesprongen, verbandrommel gepakt en maar aangevangen met het verbinden van mensen en dergelijke. Wat zijn eigenlijk uw instructies in zo'n geval? Zijn er instructies? Ja, er zijn in deze geval, of in dit geval, er zijn dus geen instructies voor. Dat ligt erg moeilijk. Dat kun je ook nooit testen, dat kun je nooit proberen. Nee. Wat waren uw eerste reacties toen u daar kwam? Nou ja, ik schrok me kapot, zo kun je dat wel uitdrukken. Ik wist niet wat ik zag, het was een hel, een complete ravage. Je moest 5 keer slikken, voordat je eigenlijk besefte waar je nou eigenlijk mee bezig was, wat je zag. Nee. Hoe was dat met u, meneer Van Strien? Hebt u daar zelf ook moeilijkheden mee gehad? Nou, wij wisten dus in eerste instantie niet waar het ongeval plaatsgevonden had. Toen zijn wij dus de oprit bij Prinsenbeek zijn we dus opgereden. Toen hebben we de eerste Bakker en Ruukweg afgekeken. Daar was dus niets aan de hand. Toen zijn wij dus doorgereden naar een rookkolom. Wij zagen dus een mistbank. En hoe ver dat hier vandaan was, dat konden wij dus nog niet zien. Maar boven die mistbank kwam dus een trechtervormige rookkolom uit. Die was van boven helemaal afgeplat. Toen zijn we die richting opgereden. En terwijl wij dus die richting opreden, toen kwam de ambulance van de GG en GD Breda, die kwam dus voorbij. En daar zijn we dus verder achteraan gegaan. En dan was het verrekt moeilijk om voorbij te komen. Ja, wat hebben we door gedaan? Dan zijn we buiten de vluchtstrook om, aan de schuine kant van de helling, zijn we dus verder gegaan om bij de plaats te komen. We konden ook niks zien waar we naartoe zouden gaan, want het zat echt potdicht van de mist. Ja. Nou lijkt me een van de grootste problemen voor u, meneer Kusterman, dat als je nou ter plaatse komt als verpleger, dat je eigenlijk niet weet waar je beginnen moet. Was dat bij u ook zo? Ja, dat was bij mij ook zo, ja. Mijn haren die stonden recht overeind toen ik dus uit de wagen stapte. Ja.
En waar bent u het eerst begonnen? Nou, wij zijn dus... In eerste instantie zijn we dus naar geprobeerd tussen heel de file voorbij te rijden. En dat lukte dus niet. We kwamen niet verder als de vuurhaard. Daar zat alles tot dicht. En toen ben ik uitgestapt omdat men allemaal om hulp aan het roepen was. En nou ja, toen ben ik dus met behulp van wat vrachtwagenchauffeurs en de politie zijn we dus maar vooraan begonnen. Ja. Om mensen te helpen dus? Mensen te helpen, ja. Ondertussen was u alweer teruggereden naar Breda met de eerste gewonden? Ik had 3 gewonden meegenomen. 2 zwaar gewonden liggend en 1 zittend. En tijdens de terugweg heb ik nader berichten gegeven hoe de hulpverlenende diensten die verder opgeroepen waren, dus de brandweer van ons, van Breda en van Dordrecht, hoe die het beste aan konden rijden. Ofwel via de parallelweg van Prinsenbeek, dat is hier iedereen bekend, ofwel via Zevenbergse Hoek. Want de weg die ik gegaan was, die was bijna niet te gaan voor mij. Dus zeker niet voor die zware voertuigen van de brandweer. En hoe is het nou met de brancards in uw ambulance? Zijn die allemaal uniform? Dat proberen we in ieder geval wel, ja. Om dat landelijk uniform te houden. Ja, dat is dus allemaal dezelfde maat. Nou, die behoren dus allemaal uniform te zijn. En daar streven we dus ook hier in Nederland naar, om dus onze brancard net zo goed in te kunnen passen in een andere ambulance, waar ook. Ja, dus als je bijvoorbeeld in Groningen zou zijn, wat niet waarschijnlijk is, dan zou die brancard daar ook in de ziekenauto passen. Ja. Hebt u nou nog een ervaring gehad sinds Prinsenbeek waarvan u zegt, daar zou ik de mensen nou wel graag eens op willen wijzen? Ja, ik zou tegen ieder automobilist willen zeggen, ook tegen mezelf, kijk constant in uw spiegels. Dat u net zo goed op elk moment van de rit weet wat er achter u en opzij u gebeurt als wat er voor u gebeurt. En ik vraag het speciaal hierom. Wij zijn vervelende kerels op de weg, wij rijden harder dan de meeste mensen. Dat doen we niet voor ons. Het gaat niet om ons, het gaat om de mensen die achterin liggen. Die hebben hulp nodig. En dat kan dikwijls elke seconde. Dat kan noodzakelijk zijn. Ja, dus u wilt pleiten dat de automobilist veel meer rekening houdt met de ambulance. Dat ze sneller opzij gaan en dat ze u voorrang geven. Ja, als dat zou kunnen, alsjeblieft. Ja. De man van de Rijkspolitie die destijds de leiding van de hulpverlening op zich nam, was majoor Lutke. Majoor, wilt u aan de hand van deze foto en deze schematekening aangeven wat er nou precies aan de hand was die ochtend? Ja, meneer Van Hillo, op de betreffende datum. 'S morgens vroeg heerste er op dit weggedeelte over de brug van de Mark een dichte mist. Met een zicht vanaf 5 meter. De verkeersdeelnemers die daar indoken, die moesten hun weggedrag aanpassen en... Het eerste aantal, een drietal, hebben ook dat gedaan en hebben hun snelheid aangepast. De vierde die heeft dat niet voldoende gedaan en is zo op deze wijze is er een rijdende kopstaartbotsing ontstaan. Die op zichzelf dan nog niet te ernstig was, maar daarmee was de weg geblokkeerd en hadden we alleen maar te wachten op de dingen die zouden komen. Het verkeersaanbod is zodanig en de mist was zodanig dat alle voorwaarden aanwezig waren voor dus deze verkeersramp. En dat is dus ook gebeurd. Een aantal mensen hebben hun snelheid duidelijk laten zakken. Een aantal heeft dat niet gedaan, zodat er een voortdurende botsing is ontstaan met een lengte totaal van 300 meter op het laatst. Waarbij een enkele op tijd is gestopt, maar daarna verpletterd door het achteropliggende verkeer. Ja. Hoeveel auto's waren erbij betrokken in totaal? 46 auto's in totaal. Ja. En als we dan even naar de tekening gaan, deze tekening... omvat een stuk van dat gebeuren waarin 6 slachtoffers zijn gevallen. Dit is een tankauto die gekanteld is, die met zijn vele duizenden liters benzine helemaal is uitgebrand. In deze vrachtauto zijn 2 slachtoffers gevallen. Hier op de tekening, hier zijn slachtoffers gevallen. Hier is nog een personenwagen, de gele, vernietigd. Maar daar bleken de passagiers net op tijd te zijn uitgestapt. U was natuurlijk wel snel ter plaatse. Hè? Hoe laat was het eigenlijk dat adjudant Hoedemaker daar aankwam? 6:30, dus 6:30 ongeveer. Toen waren hier al 2 wagens van de gemeentepolitie. Die hadden grote alarm geslagen. Er was ook een brigadier van de gemeentepolitie met 6 man.
En nou kom je op het punt dat je zegt, je komt ter plaatse. Je bent even met stomheid geslagen. Hè? En dan ga je aan de gang. Dan ga je aan de gang en dan ga je doen wat je moet doen. Een overzicht krijgen van het gebeuren. Om daardoor te zijn de Mio Lutken die op de meldkamer zat. Ja. En dat hij dus adequate maatregelen later kon nemen. En van die tijd af heb ik niet meer op het horloge gekeken. Op een gegeven ogenblik kwam de, hoofdinspecteur van de gemeentepolitie naar me toe. En die zei, heb je nou genoeg personeel? Ik zei, ja, op het ogenblik zitten we zo in het personeel dat we kunnen zeggen, we kunnen het zelf runnen. Hij zei, mag ik dan alsjeblieft weg? Want Breda zit zonder politie. Hoe is het eigenlijk in het algemeen dat u dan met die samenwerking tussen gemeentepolitie en Rijkspolitie? Nou, ik meen te mogen stellen en ook te mogen zeggen dat die bijzonder goed is. Over en weer vindt opvang plaats als er een verkeersongeval is op gemeentepolitiegebied en wij zijn er eerder, dan zullen wij de eerste opvang doen en omgekeerd ook. Ja, ja, dus een goede collegialiteit. Ja, ja, laat niets te wensen over. Ja. Heeft nou de ramp bij Prinsenbeek voor u nou nog consequenties gehad in uw beoordeling van het rijgedrag van de automobilisten? Dus op de autoweg rij en ik zie dat er vrachtauto's en zeker combinaties met benzine of wat meer passeren met een snelheid van 110 kilometer. Dan ga ik er al gauw achteraan en ga op de preventieve tour en haal ik ze van de weg. En dan maak ik gewoon een praatje met hun over het onverantwoorde rijden. Dat ze met aangepaste snelheid moeten rijden, de maximale snelheid niet moeten overtreden en dan komt er in de meeste gevallen ook nog wel Prinsenbeek ter sprake. Pieter Vos, u was op weg op 25 augustus 1972 naar België met 800.000 gulden lading in uw container. Wat gebeurde er met u? Ja, wat gebeurde er? Ik kwam in de mist terecht. Zo was dat wel bekend zou zijn. Ik reed niet hard, ik reed rustig om gang, ik had de tijd. En een dikke mistwolk. Ik denk, hé, een vreemde kleur, geelachtig, rood. En ik ben gaan remmen, wat mijn geluk was. Ik kwam nog net even tegen die voorwagen, dan kwam ik tot stand. Ja, dus tijd je bent om... er niet opgebotst? Nee, ik ben er niet opgebotst. Maar pal erop kreeg een ontzettende klap van achter. En de vlogen waren achterop me. Met een behoorlijke snelheid. Ze dus dachten van 120 kilometer. Zo. En er zat meneer achter het stuur. Ingeblikt eigenlijk. Ja. En, je kwam helemaal vast te zitten? Ik kwam helemaal vast te zitten. Heel de cabine, dat was een halve meter korter geworden. Het was al niet zo'n brede cabine. Die was ingedeukt. Mijn stoel naar voren, mijn stuur naar beneden. Op mijn benen, in mijn buik. En ik zat goed vast. En daar is er was mijn voeten. En die zaten bij de pendalen. Die zat in blik helemaal, in het metaal. Zat er helemaal ja, ingedoken. Ik probeerde natuurlijk van alles om er tussenuit te komen, maar het lukte niet. Ik kon me eigenlijk niet verroeren, ik kon helemaal niks beginnen. Toen ben ik gaan roepen. Ik wist ook een door, ja, je bent wazig versuft bij je. Dan een lichte hersenschudding dacht ik, ik moet gaan roepen, ik moet gaan gillen. Want anders raak je buiten bewustzijn. Ja. En dat wou ik voorkomen, want je zag niks om je heen. En dan vonden de mensen je niet natuurlijk en dan was ik wel verloren. Dus ik ben hard gaan gillen, hard gaan roepen. Ondertussen stond de zaak in de fik, geloof ik, hè? Ja, dat was al voor. Toen ik tegen die wagen aan zat, die brandde nog. Ik wist niet dat mijn eigen wagen brandde. Dat wist ik helemaal niet. Want je kijkt natuurlijk wel voor je. Je kan niks achter je zien. Nee. Dat zag ik eigenlijk pas toen ik uit de wagen gehaald werd, dat mijn eigen wagen in brand stond. Ja. Maar waren de mensen in de buurt? Op het moment, dat gebeurde niet natuurlijk. Maar ik weet niet hoe lang dat geduurd heeft. Maar op een gegeven moment zag ik wel een hoop mensen aan de overkant van de weg staan. Waar ik begon te roepen naar die mensen van haal me eruit. En waar ik het antwoord van kreeg, we durven niet, want die tankwagen voor je staat brand en die kan ontploffen. Ja. Nou, op dat moment dacht ik, nou het is gebeurd. Hier kom ik niet meer uit. U kon zelf ook helemaal niet meer loswrikken? Ik kon niks doen, ik zat met helemaal onderlichaam, zat ik helemaal vast. En pijn voel je niet, want ik weet niet hoe dat komt. Ja, je bent verdoofd, je bent versuft eigenlijk. Ja, bewusteloos ook, hè? Ook dat nog. En ik schijn op een gegeven moment toch bewusteloos geraakt te zijn, want op een gegeven moment kwam ik weer bij en ik begon weer te roepen. En dan zag ik een jonge man aankomen. Ik zeg, oh meneer, haal ik me eruit? Hij zegt, ik zal het proberen. En die begon allemaal te trekken en te sjorren en hij kon het niet. Hij zegt, ik ga hulp halen.
Nou ja, ik was bang dat hij wegliep, want ik denk dat is mijn enige redding. Als die jongen weggaat, heb ik niks meer. En misschien durft hij ook wel niet meer terug te komen, dus ik smeek hem of hij alsjeblieft terug wou komen. Ja, dat zal hij vast doen. En de jonge man is weggegaan. En ik kwam inderdaad terug met vier man. Nou had ik nog een geluk dat ik door die klap, is mijn gereedschapkist was opengevlogen. En er lag een zware koevoet, lag naast mijn wagen, hoe het wezen moet. Ja. Lag er naast de wagen. Dus een van de jongens die pakte die koevoet en die begon voor in het metaal. Omdat ik vertelde dat mijn voeten het ergste vast zat van het stuur. Dat vond ik nog niet zo ramp. En die begon in het metaal te vroeten met die koevoet. En ik voelde aan mijn voeten dat die inderdaad vrij kwamen. Dus ik begon de jongen aan te vuren dat hij door moest gaan. Want ik was veel te bang dat ze natuurlijk op zal houden en mij toch laten zitten. Ja. En mijn voeten kwamen inderdaad vrij. Toen zijn ze aan mijn stoel aantrekken gegaan en toen hebben ze me eruit gehaald. Inmiddels had u daar toch gewoon zeker wel 20 minuten gezeten, is niet? Achteraf gehoord wel. Die jonge man die met mij kwam om me uit die wagen te halen, die vertelde me dat hij eerder had horen roepen. En dat hij in een gegeven moment hoorde hem niets meer, want hij was me aan het zoeken. Hij wist niet waar het geluid vandaan kwam. En dat hij nog minstens 10 minuten rondgelopen daar, want toen hoorde hij me weer roepen. Ja. En toen vond hij me. Maar ik kon mij niet indenken dat ik 10 minuten mijn mond had gehouden. Ja. Dan kon ik me gegarandeerd niet indenken. Ik weet nog niet eens dat ik weg geweest ben eigenlijk. Dus eigenlijk hebt u uw leven te danken aan die jongen? Ja, gegarandeerd. Gegarandeerd. Anders had u nou niet hier gezeten? Nee, oh nee, nee. Maar dat was ik mij zelf bewust. Want ik had wel bewust afscheid genomen van mijn gezin. Van mijn vrouw, van mijn kinderen. En ik vond het enkel te ontzettend dat ik op zo'n manier eruit moest stappen. Ik vond het heel erg. Ik heb een goed gezin, ik heb een leuke vrouw, ik heb leuke kinderen, ik kan er goed mee opschieten. Ja. Je werkt ervoor, je doet er alles voor en dan op zo'n manier er tussenuit te stappen, dat vond ik eigenlijk niet eerlijk. Was u niet doodsbang toen je daar zat? Nee, je berust erin. Ja? Ja. Het is gebeurd. Je weet het, je bent bewust. Het is afgelopen met je. Op een gegeven moment liep ik dus nog met een paar anderen. Ja. Dan kom je bij een wagen, dan hoor je iemand roepen, je kijkt om je heen en dan zie je ineens iemand zitten. Tussen twee wagens in en in zijn cabine bekleld. Hij probeert hem een paar mensen eruit te halen. Maar ja, dat lukte niet, om de reden dat hij dus van die naart beklemd zat. Dus een paar andere mensen erbij gehaald. En toen uiteindelijk hebben we er toch uit kunnen halen. Ja. Nou ja, kijk. Als u en die anderen dat nou niet gedaan had, die man toch levend verbrand gegaan in die auto, hè? Ja, zonder meer al. Of hij had wel doodgebloed. Want ik bedoel, later dus, toen ik die mensen gesproken had. Hij heeft dus ook gezegd dat hij dus 4 liter bloed toegediend gekregen was in het ziekenhuis. Ja. En ja. Dat schijnt een vrij kritiek punt te wezen. Heb je nog andere mensen kunnen helpen op dat moment? Ja, we hebben wel mensen meer naar de ziekenwagen gedragen en van de kant gelegd tot de ziekenwagen er was. Ja. Maar bewust, och. Maar u was zelf ook gewond, hè, aan uw voet? Ja, maar dat was zo gering, want ik dacht aanvankelijk dat het schaafwond was. Oh. Maar, dat, u had zeker bekend gezeten in de cabine? Dat vermoed ik, maar ik heb er niks van gevoeld, dus ik heb er ook geen aandacht aan besteed. Nee. Wat denkt u in het algemeen van de situaties als deze? Gelooft u dat die te voorkomen zijn als men als automobilist ander rijgedrag zou hebben? Ja, och. U bent de vakman? Wat is vakman? Nou, u bent chauffeur. Ja, u zit dagelijks op de weg, hè? Ja, maar goed, ik maak ook fout. Ja. Ik bedoel, dus, en maar vindt u niet over het algemeen dat het te hard gereden wordt in de mist? Ja, in de mist zeer zeker. Zeer zeker. Kijk, het is natuurlijk als ik 60 rijd en dan komt een luxe wagen mij voorbij die 90 rijdt. Dan denk ik, die man die ziet zeker veel meer dan ik. Ja. Maar ja, dat zal best niet. Nee. Ja, dat geloof ik dus wel, dat er beslist wel te hard gereden wordt. En men moet ook rekening houden als er dus iets op doet. Kijk, als ik in de mist ergens op de autobaan kom te staan, om welke reden ook, dan probeer ik dus wel het achteropkomende verkeer daarvan op de hoogte te brengen. En ga niet kijken wat ervoor is, want wat ervoor is, is toch gebeurd. Ja. Daar kan je niks aan veranderen, maar wat erachter zou gebeuren, dat kan je voorkomen. Ja. U hebt de man die u dus, dat hebt u zo even verteld, die u dus dat u wagen had, hebt u later weer ontmoet. Is daar een vriendschap uit ontstaan of niet? In zekere zin wel, maar ja goed, je hebt eigen kennis en och. Hij ziet mij misschien anders als ik hem. Voor mij is het toevallig iemand. En voor hem is het misschien anders, dat weet ik niet. U zou in de volgende situatie weer hetzelfde doen? Ja. Ah, ik dacht dat je dat allemaal wel zou doen. Maar je moet er tegen kunnen.
Er is moed voor nodig, dacht ik, om van een brandende auto iemand eruit te halen terwijl hij elk moment... Dat kan niet ontploffen. Als je gewoon een kapwagen hebt, ontploft hij. Dat kan gewoon niet. Diezelfde avond werd het Nederlandse volk geconfronteerd met de eerste beelden in het NOS-journaal van de ramp in Prinsenbeek. Meneer Lutke, wat zien we hier? U ziet hier de brandende tankwagen die ook op de tekening staat. En een eindje verder ziet u hier de textiellading die vrij lang heeft doorgebrand. Eigenlijk de hele dag. Daar ziet u dus een personenwagen vernietigd onder een aantal vrachtwagens. Ja, die luchtopnamen zijn natuurlijk veel later gemaakt, omdat toen waren er al veel wrakken weggesleept. Hè? Ja, toen waren er veel wrakken weggesleept. Een eerdere opname kon eenvoudig niet, omdat het mistig, al wat donker, maar vooral mistig was. Terwijl ook een tijd lang het toch wat gevaarlijk was voor de vliegtuigen, vanwege het explosiegevaar, om ook te dicht in de buurt te komen. Ja, want de treinen heb je ook nog stopgezet, hè? Ja, de treinen hebben ook nog ongeveer een half uur, dacht ik, stopgezet vanwege het explosiegevaar, wat niet denkbeeldig was, op het moment dat de tankwagen al in de takels hing. Moet ik zeggen. Hier ziet u ook weer een personenwagen die verpletterd is. En daar een Renaultje 4 waarin wat slachtoffers zijn gevallen. Nou, ooit zoiets gezien als dit? Nee. Hoe heb je het beleefd? Nou, het is verschrikkelijk als je het mij vraagt. Ik heb een mens uitgehaald. Ik bedoel, die zat te schreeuwen achter het stuur, die zat te barsten. En met drie mannen hebben we de chauffeur uitgehaald. Zelf gewond? Nee, hoegenaamd duurwapen, voet een beetje. Dat is dan ook alles geweest. Auto verbrand? Ja, de auto is helemaal uitgebrand. Die staat daar. Wat staat erin? Benzine en dieselolie. Ja, je hoort aan de stem van deze man dat hij nog helemaal geëmotioneerd is, hè, van de situatie die hij daar aantrof. Was u dat ook toen u daar kwam? Ja, dat, ik dacht dat iedereen dat was die daarbij betrokken was. Ik heb voor mezelf al gezegd, ik heb een oorlogssituatie niet meegemaakt. Maar ik kan me voorstellen hoe een weg eruit ziet, een drukke weg die gebombardeerd is. Dan zie je het resultaat van Prinsenbeek, dacht ik. Ja. Hier is de brandweer druk bezig met de blussingswerkzaamheden. Ja. Hier wordt een van die auto's weggesleept. Het is niet de wagen van waar Pieter van der Engel op geklapt is. Nou, ik rij achter op een pseudowagen die al onder een vrachtwagen was gereden. En daar klapte ik bij hoe. Nou, toen ben ik eruit gevlogen en alles. Nou, er zijn allerlei dingen natuurlijk. Die moeder van een kind die in die wagen of zo, daar zat nog een kind in. Die zag ik daar. Nou, toen dacht ik nog, dat valt allemaal mee. Al mijn wagen in elkaar en die mensen er waren. Toen ging ik terugkijken, toen zag ik opeens dat meisje zitten. Dus dat, sindsdien herinner je niet zo gek veel meer natuurlijk. Omdat je hebt zo'n klap gekregen, dat weet je allemaal niet meer. Dat bleek later een Franse auto te zijn, met een Frans echtpaar met twee kinderen. Daar hebben ze dus één kind eruit kunnen halen en het andere kind zat er nog in toen u daar tegenop botste. Ja, dat andere kind, dat waren die vrouwen net uitgehaald. Een echtpaar weet ik niet, want die man heb ik nog gezien. Oh. Het was alleen een moeder met een jongetje en een meisje. Dat jongetje was er net uitgehaald en ze waren net teruglopen om dat meisje eruit te halen. En toen klapte ik er ineens in. Ja, het was natuurlijk geen enkele sprake van schuld, u kon er ook niks aan doen. Maar ik kan me voorstellen dat u... Hoe oud was u toen eigenlijk? 21 jaar. Ja, dan kan ik me voorstellen dat zoiets wel een hele diepe indruk maakt. Heb je daar erg veel last van gehad? De jaren daarna? Nou, ongeveer die jaren daarna gelijk en ook 2 jaar later geloof ik dat was. Dat ik echt elke avond dat ik het opeens weer meemaakte. Ja. Toen ben ik ook een tijd thuis geweest. Ja. En moest ik rust nemen en alles. En toen was het opeens, toen ging het van geleidelijk al ging het weer over. Ja. En nu, de laatste tijd gaat het wel. Je blijft natuurlijk altijd blijven eraan denken. Ja. Als de mensen het erover hebben, dus dan zie je het ergens weer voor je. Maar voor de rest gaat het nu wel. Ja. U rijdt nog steeds als vrachtwagenchauffeur op de weg? Nee, dat doe ik niet meer. 3 maanden later was ik er al vanaf. Toen ben ik ermee gestopt en ik durfde het gewoon niet meer. Dat klinkt misschien typisch, maar het is gewoon zo. Ja. Als er nou mist is, rijdt u dan normaal ook met de auto of niet? Nee, dan raak ik die auto niet aan. Dan ga ik wel lopen of met de fiets, maar misschien is er gevallen. Ja, niet met de auto tenminste. Nee. Wat doet u dan nu voor beroep? Ik ben nu tankbeter. Ik loop nu op de daken van Tengel, heb ik vloeistof te meten en alles. En dat is een gevolg geweest van Prinsenbeek eigenlijk. Uw beroep is daardoor veranderd. Ja, ik had nooit gedacht dat ik nog eens wat anders zou doen. Het is echt wel daardoor gekomen dat ik ermee gestopt ben. Zo'n verhaal van Pieter van Engel bepaalt ons steeds weer bij de vele risico's die we dagelijks lopen
als we op de weg zijn. Want u hoeft maar in de maandagochtendkrant te kijken. En er zijn vele weekends waarop er net zoveel doden zijn als met de ramp in Prinsenbeek. De gewonden, dokter Smulders, u als hoofd van de GGD in Breda, waren er veel? Ja, er waren ruim 30 gewonden. En er zijn er zowat een 20-tal naar de ziekenhuizen toegebracht. En de ambulance is ogenblikkelijk toegesneld. Het kenmerk van een goede ambulancedienst is dat die altijd paraat is, dag en nacht. En in zoverre hebben deze gewonden werkelijk snel eerste hulp kunnen krijgen. En nadat ook de eerste wagen ogenblikkelijk gerapporteerd had over de ernst van het ongeval. Het woord van de chauffeur, ja. Ja, is ook direct ziekenhuizen zijn gealarmeerd. 3 chirurgische staven zijn ogenblikkelijk klaargekomen. En is hulp gevraagd van de andere evenzeer parate ambulancediensten van Tilburg, Roosendaal, Dordrecht, Rotterdam in reserve. U hebt ook hulp gekregen van de militairen, hè? Ja, dat was een bijzonder aardige hulp, want wij namen dus aan dat de ambulancewagens, die dus het hele de grote streek gingen afsnuffelen naar zieken en naar verwonden, dat die de verwonden moesten meenemen en dat zij bijzonderlijk geholpen zouden zijn als er mensen ter plaatse waren die de gewonden klaarmaakte als EHBO'er. Ja. En van 3 of 4 MGD'en zijn een heel aantal militaire wagens met militair geneeskundige dienst gekomen, die fantastisch gewerkt hebben. Sjefke Rademakers destijds nachtdienst in de militair geneeskundige dienst. Ja. En opgeroepen door de geneeskundige dienst van Breda om mee te doen bij het helpen voor de ramp in Prinsenbeek. Ja. Hoe ging dat? Nou, om 7:10 werd gebeld dat wij ogenblikkelijk naar de kuil moesten komen in Prinsenbeek. En ik sliep, ik was net wakker en toen heb ik de dokter wakker gemaakt en de chauffeur en zijn met de ambulance van de militair geneeskundige dienst uit Breda zijn we naartoe gereden. Toen kwam op een gegeven moment kwamen wij vooraan, toen konden we niet verder meer, hebben we de ambulance gestopt en toen zijn we uitgestapt en toen zijn we gaan kijken of we wat konden doen. Maar overal lagen mensen dood op de weg en mensen die helemaal een auto met 4 mensen in zaten die tussen 2 vrachtwagens in zaten. Een auto zo groot als een tafel en daar zaten nog 4 mensen in. Dat heeft natuurlijk wel diepe indruk op u gemaakt. Ja. Is dat een van de redenen geweest dat u nu besloten hebt om verpleger te worden voor uw beroep? Ja, dat is ook wel een reden geweest om het beroep in te gaan. Ja. Ja. U werkt nu als verpleger in het Ignatius ziekenhuis in Breda. Ja. En dat geeft u voldoening? Zeker. Staat nu Brabant model, dokter Smulders, voor de rest van Nederland ten aanzien van de paraatheid op dit gebied? Nou, Brabant heeft vanaf 1965 de hele provincie ingedeeld in ambulance rayons, zodat waar men ook een ongeval zou krijgen of waar een parkeersramp of een ongeval zou plaatsvinden, men altijd een centrale ambulance paraat en met verplegers bemand zou kunnen aantreffen. Sindsdien is dat in meerdere streken van het land toch. Want daar pleit u erg voor, hè? Dat er dus een gediplomeerd verpleger op zo'n ziekenauto zit. Ja, een ambulancewagen die voor 80% voor ernstige zieken wordt ingezet, 20% is maar ongevallen, die kan alleen goed bemand worden met een echte ervaren verpleger die weet met zieken om te gaan. Alle anderen zijn minderwaardig in een ambulancedienst. En ik dacht dat het publiek, de patiënten, dit ook niet meer moesten nemen. U pleit daarvoor in het hele land om die zaak toch beter te organiseren. U bent daar een voorvechter voor, hè? Ja, dit beter organiseren kan thans in het kader van de ambulancewet, die niet zo erg vlot van start komt, maar die toch in elk geval zal resulteren dat het hele land overdekt gaat worden met ambulancedistricten en ook gezondheidsdiensten, waardoor er op den duur ambulancediensten komen onder medische leiding en bemand met ervaren verplegers van de kwaliteit zoals u ze in Prinsenbeek hebt aangetroffen. Ja. Meneer Lutke, hoe was het eigenlijk in totaal met de samenwerking tussen GGD met meneer Smulders en met de brandweer en met de gemeentepolitie? Hoe ging dat? Nou, ik dacht dat dit een voorbeeld zou kunnen zijn hoe je tot een goede samenwerking moet komen. Er is geen enkel wanklank gevallen. En alle diensten die hebben meegewerkt, de brandweer, de GGD, de gemeentepolitie, de Rijkswaterstaat. Het is een optimale samenwerking geweest, zodat de ramp Prinsenbeek ook vlot is afgewikkeld. Ja. Dat heeft ook geresulteerd dat er nu praatpalen zijn, hè? Want de melding van het eerste melding van het ongeluk, dat duurde nog wel even. Maar u hebt nu praatpalen daar op de weg. Ja, er staan nu praatpalen langs de weg, wat dus een snellere alarmering garant voor staat. Maar wat ook vreselijk belangrijk is, een juiste plaatsbepaling. Ja. Omdat je dus weet van welke paal
de melding komt. Ja. Zodat je niet meer hoeft gaan zoeken. Dan is er nog één lacune voor de toekomst die nog niet ingewisseld is. Namelijk de ambulancediensten zouden allemaal naast hun eigen frequentie voor de mobielefoon gezamenlijk één rampenfrequentie krijgen. Waardoor ze bij een ramp als bij Prinsenbeek alle te hulp geroepen ambulancewagens op één frequentie kunnen komen, waardoor je een centrale ter plaatse kunt maken. Oh ja. Dat zou nog een beetje sneller tot stand moeten komen. Daar werkt men nu aan. Daar werkt men nu aan, maar ja. Het gaat een beetje traag. Ja, zoals alles in Nederland. Ja. Hoe is het eigenlijk gegaan toen, nader met de berging van de zaak? Toen heeft geloof ik één man de leiding genomen van de hele berging, is het? Ja, dat is één man geweest, dat is de heer Bogers geweest, waar we toch al gewend waren om veel mee te werken. En toen die ter plaatse kwam en er veel takelmateriaal was, hebben we gevraagd of hij de coördinatie op zich wil nemen van het takelen. Niet zelf gaan takelen, maar gaan coördineren in samenspraak met de politie. Ja. Omdat je dus stukje voor stukje de zaak moet ontrafelen. Ten einde je verbaal te kunnen afwerken wat nodig is voor en de justitiële afwerking en ook voor de civiele afwerking. En de verzekering, ja. Ja. Meneer Bogers, u hebt eigenlijk spontaan de leiding genomen bij die berging bij Prinsenbeek. Ja. En hoe kwam dat eigenlijk dat zo automatisch gebeurde? Nou, het is eigenlijk mijn normale dagelijkse werk. En het organiseren van alles wat er omheen hangt, dat is bekend dat ik dat regelmatig doe. En daar doen we mij de leiding op. Gegeven om eraan Prinsenbeek de berging totaal op te nemen. Want in Prinsenbeek waren toch diverse bergingsmaatschappijen aanwezig, hè? Stoof en zo. Stoof was onder andere aanwezig, de firma Holleman was er aanwezig. En ik had op 8:10 had ik 17 kranen disponibel voor de ramp. Toen u eraan kwam, meneer Bogers, toen wist u eigenlijk wel waar het eerst beginnen moest? Nou, indirect niet, want het was wel zo'n chaos dat door de mist, dat de hoofdzaak van de ramp was. En dan door de brand en de rookontwikkeling van banden, dieselolie, tankwagens die in brand stonden, was het nog eventjes wel een tijd eventjes nodig om te relaxen wat ik moet gaan doen, waar we nou moesten beginnen. Dat was echt moeilijk. En je neemt natuurlijk ook een groot risico als je dus bij zo'n situatie bent, want zo'n tankwagen kan natuurlijk elk ogenblik in de lucht vliegen. Dat was de situatie in Prinsenbeek, want normaal als wij een tankwagen bergen, dan hebben wij een formulier en op het formulier staat wat de chauffeur meevoert. Ja. Maar bij Ramp Prinsenbeek was dat allemaal vernietigd. Dus wij hadden bijvoorbeeld op een gegeven moment een tankwagen dat we helemaal niet wisten wat erin zat. En dat is het risico die er aan verbonden zit. Ja, ja, die blijft toch in ons vak. U hebt een riskant vak. Ja, het is een mooi vak. Ja, waarom is dat mooi? Nou, het interesseert me en alles wat er omheen hangt. Ik bedoel, niet alleen de berging zelf, de hulp aan mensen zelf, dat trekt me heel zeer. Ja. Dat doe ik graag en het gaat me goed af. Is het nou zo dat u nog steeds in uw herinnering de situatie van toen ziet, voor u ziet? Ja, die zie ik nog steeds als een film voor mij. Maar op een gegeven moment heb ik gezegd, ik zet het van me af, dan durf ik geen auto meer te rijden. Zo was dat de eerste drie dagen zijn wij bezig geweest met de hele ontwikkeling van de ramp. En toen heb ik maandag ook gezegd, ik ben een goed motorliefhebber. Ik pak de motorfiets en ik ga motorrijden. Dan heb ik ook zo had half Nederland rondgereden om te relaxen, om weer gewoon te ontwikkelen. Om het voor u af te zetten? Ja, absoluut. Dat is ook de oplossing die politie dikwijls toepast, heb je ongeluk, dat mensen direct weer achter stuur moeten. Ja, dat doen ze in Breda ook heel streng. Als ze het enigszins kunnen, pakken ze de chauffeur en die zetten ze weer gelijk. En dat werkt, dat hebt u bij eigen ervaring? Ja, dat heb ik zelf de ervaring met die ramp van Prinsenbeek. Zullen we even daarheen gaan, want zo'n man als Bogers is natuurlijk goud waard, hè, in zo'n situatie. Die kun je niet missen, nee, maar die... Hij had natuurlijk het voordeel dat hij in staat was, door uw goedkeuring, om daar persoonlijk de leiding te nemen. Hoe ligt dat nu eigenlijk in Brabant? Ik heb gehoord dat er een samenwerking is tussen GGD, dat zei u zelf ook, en brandweer. Maar wie heeft nou eigenlijk de leiding in zo'n situatie? Nou, dat is een interessante vraagstelling, dacht ik, waar op het ogenblik veel aan gesleuteld wordt. Ik dacht dat, pratende over de ramp Prinsenbeek, dat daar de leiding zou moeten liggen bij de politie. Iedereen natuurlijk... op zijn eigen gebied met rust latend. Maar laat ik zeggen, de leiding, de coördinatie bij de politie. Ja, nou is het zo, meneer Van Starrenburg van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik heb gehoord, dat hebben we ook al eens eerder besproken met de ramp van Harmelen in onze uitzending, dat die leiding in de toekomst wordt overgedragen aan de brandweer. Is dat juist? Dat is juist, ja. Er is onlangs een nota hulpverlening, coördinatie hulpverlening door de minister van Binnenlandse Zaken, ingediend bij het parlement.
En onder meer wordt in die nota vastgelegd dat bij calamiteiten, bij grote ongevallen zoals Prinsenbeek, de coördinerende en leidinggevende taak in dat geval toevalt aan de brandweer, zijnde het technisch hulpverleningsapparaat wat 24 uur van de dag paraat is. Ja. Hoe staat u er tegenover, meneer Lutke, in uw ervaring? Nou, uiteraard weet ik dit, deze ontwikkeling, maar het is voor mij bijzonder interessant om dan eens te zien hoe men de bevoegdheden verder gaat regelen op het gebied van en openbare orde en justitie. Omdat de politie eigenlijk de instantie heeft met de link naar beide gezagsapparaten, bestuur en justitie. Ja, er is nog een probleem. 0011 functioneert voortreffelijk in Brabant, hè? Dat heb ik geconstateerd, dat alarmnummer. Dat is nog steeds niet landelijk ingevoerd. Hoe zit dat, meneer Van Starenburg? Daarover is in de memorie van toelichting van de begroting van Binnenlandse Zaken dit jaar gezegd dat de regering het invoeren van dat alarmnummer 0011 nu in overweging heeft genomen. Ja, maar goed, dat betekent dat vorige keer met Harman had ik het u ook gevraagd, toen werd het ook in overweging genomen. We zijn nu weer een paar jaar verder. Het is nog steeds in overweging. Het is inderdaad nog steeds een overweging, alhoewel de gedachten nu wat verder uitgedacht zijn. Nu is al gesteld dat de opzet zou zijn, de PTT maakt, stelt de centrales in en onderhoudt die centrales. Het ministerie van Middellandse Zaken zorgt voor de kosten, maar dan kom ik net aan het moeilijke punt. Het is een vrij kostbare zaak en het is nu de vraag of en in welk tempo daar fondsen voor beschikbaar komen om deze zaak uit te voeren. Voorlopig wordt gedacht aan een uitvoering in fasen, waarbij dan gedacht is aan de gebieden Zuidoost, Noord-Brabant, Twente en Friesland als eerste fase. Heb je enig idee hoe lang dat nog zal duren? Nou, nog een aantal jaren voordat, wat u bedoelt waarschijnlijk, voordat heel Nederland ingeschakeld kan zijn. Maar ook die nieuwe gebieden die u nou noemt? Dat is dan weer afhankelijk van het beschikbaar komen van de nodige middelen. Ah, dus het is een financiële zaak? Het is eigenlijk op dit moment een financiële zaak. Technisch is het mogelijk. Ja. U zou 0011 nooit meer kunnen missen, hè, meneer Lutke? Nee, we zouden het niet meer kunnen missen, zei dat wij dus ook echt wel voor de veranderingen zijn bij 0011. Niet meer een doorgeefstation, maar een doorschakelstation. Zodat het publiek wat naar 0011 belt, rechtstreeks doorgeschakeld wordt en een gesprek kan voeren met die instantie waar zij hun vraagstelling aan willen richten. Dus een doorschakeling naar de politie, naar de brandweer of naar de GGD. Ja, ja. Dat is, dacht ik, voorwaarde voor een goed functioneren van deze 0011. Ja. Nog even terug, u wou iets zeggen? Ik wou hier daar een opmerking nog aan toevoegen. Namelijk, ik zou het zo jammer vinden als nu alle aandacht gericht wordt op het ontbreken of het gaan werken van 0011. Want je zou je kunnen afvragen, wat kan de burger nu al doen? Ja. Ik geloof dat het nu voor elke burger mogelijk is om kostbare minuten, die eventueel mensenlevens kunnen kosten, te besparen. Door ervoor te zorgen dat elk telefoontoestel wat hij in zijn bereik heeft, of wat hij ter beschikking heeft, voorzien wordt van het telefoonnummer van de brandweer, de politie en de ambulancedienst, de GGD. Het is denkbaar dat iemand in een noodsituatie die nummers niet uit het hoofd weet. Nee, dan moet een telefoongids geraadpleegd worden. Dat kost tijd, minuten en dat kan mensenlevens kosten. Dus ja. Als de burgers daarmee zouden beginnen, in afwachting van 0011, ik geloof dat we dan een heel aantal in de goede richting komen. Dank u voor deze tip. Nog even terugkomend op Prinsenbeek. Wat is nou eigenlijk volgens uw mening, meneer Lutke, de oorzaak van de ramp geweest? Nou, de oorzaak van de ramp naast, dat moet toch wel gezegd worden, een cumulatie van nadelige weersinvloeden. Te snel rijden. Toch in wel, deze omstandigheden. En te dicht op elkaar? En te dicht op elkaar met alle verschrikkelijke gevolgen van Prinsenbeek. Ja. Een man, dames en heren, die duidelijk betrokken is geweest bij de botsing, dat is de heer Van Noort. En we hebben een gesprek gehad met de heer Van Noort over de gevolgen van deze botsing voor hem persoonlijk op de plaats van de ramp. Nou, ik heb 15 dagen in het ziekenhuis gelegen. En op een gegeven moment kreeg ik het bericht van de dokter. Hij zegt, ik ga een gipsbalk maken voor je. En als je daarmee kan lopen, mag je naar huis. Ja, ja. En op een gegeven moment dan ben je natuurlijk voor jezelf wel in alle staten. Dus ik heb gewoon zo gauw als die gipsvallen klaar was, ben ik gaan oefenen. En toen ze me kwamen halen, toen kon ik erop lopen. Ja. Als natuurlijk de wild. Uw verwondingen waren dus, uw been was, uw knieschijf was kapot en u had ook splinters in uw gezicht, hè, glassplinters? Ja, ik had ook glassplinters in mijn gezicht. Ik heb hier had ik een totale wond. En dan gewoon in de bovenlip, waar de grootste splinters uitgehaald zijn.
En wat kleiner zitten er nog in die dan wat naar buiten moeten groeien. Die moeten nog naar buiten komen? Ja, als ze komen. Maar volgens mij zit er nog precies eender als 4 jaar geleden. Tja. Maar die tijd hebt u lang in die cabine moeten zitten voordat u eruit gehaald werd. Nou, want ja. Weet u überhaupt dat u eruit gehaald werd? Nou, ik weet niet precies wanneer ik eruit gehaald ben. Er was wel snel hulp bij en daar wordt natuurlijk van alles gevraagd en gezegd. Ik was nog niet helemaal versuft en ik heb gezegd, laat mij maar zitten en ga verder naar achteren. Want er zijn veel ergere dingen gebeurd als dat ik heb. Ja. Gewoon totaal voor mijn eigen niet het gevoel dat ik zeg van, nou mijn been is kapot. Want dat besefte ik geen eens. Dat was gewoon helemaal doodgeslagen. Dus ik had eigenlijk geen pijn. Maar u weet eigenlijk niet meer of u eruit gehaald bent? Nee. Maar later hebt u zich pas gerealiseerd toen u in de ziekenwagen lag? Ja, toen ik in de ziekenwagen lag en langs de weg lag, wat je de nodige frisse lucht geeft, dan krijg je toch verschillende dingen die zeggen, hey, ja, nou ben ik eruit. Hè? Ja. Maar hoe ik eruit gekomen ben, is totaal onbekend. Ik heb van uw vrouw gehoord dat het nog vrij lang geduurd heeft voordat u zich eigenlijk gerealiseerd hebt wat eigenlijk gebeurd is. Ja, voordat ik me echt realiseerde wat er gebeurd was, dat is wel een week later geweest. Ja. Ik heb echt wel in een shock verkeerd, waar alleen speciale dingen mijn aangrepen en dat ik dan wel begreep. Bepaalde mensen die kwamen op bezoek in het ziekenhuis, natuurlijk een enorme belangstelling. Ja. Ga ik maar gelijk naar uw vrouw over, want wanneer kreeg u het bericht? Om 11:45 middags. Ja. Zoiets was. Ook laat, hè? Ja, en ik had er niks van gehoord. De radio niet niks. Nee. Ik had hem wel aan, maar ik heb het schijnbaar niet... Ben u gelijk aan toegegaan? Ja, we mochten gelijk op bezoek komen. Dus eerder hadden we weg waren, duurde dat wel even. En we moesten natuurlijk ook omrijden, omdat we niet over deze weg konden. Nee, natuurlijk. Nou, en toen kwam het ziekenhuis bij. En toen kwam die net van de operatiekamer af. Ja. En daar weet hij verder weinig van, dat wij die dag geweest zijn. Hoor. Nee, ja. Hij heeft de hele tijd niks eigenlijk geweten van die hele zaken? Nee, wie er, een paar speciale kennis, een dienstvriend van hem, dat weet hij. Die kwam helemaal uit Limburg, maar verder... Verder weet hij al zo weinig. Ik heb zelfs gehoord dat u pas een jaar later, toen u weer op deze plek kwam, eigenlijk pas realiseerde wat er met u gebeurd was. Ja, dat heb ik werkelijk ondervonden. Een jaar later ging ik met een personenwagen, dan ging ik weer deze kant uit. En dan kwam ik op dit punt. En toen zag ik ineens in de geest dingen voor me waar ik nooit aan gedacht had. Ik heb er nooit zo erg probleem van gemaakt om het voor mezelf te reconstrueren hoe het allemaal gebeurd is en zo. Maar dan kwam ik hier langs en dan dacht ik, hé... Ik heb met de brancard daar in de kant gelegen en na zekere tijd hebben ze me over de vangrail in de midden naar de andere kant gebracht. En dat zijn dingen waar je dan pas achterkomt, op het plaats van het onheil zelf. Een jaar later? Dat is eigenlijk een jaar later. Ja. Over een jaar later gesproken, u bent nu door de verzekering gedekt een beetje, of niet? Nou, een beetje, dat is wel het juiste woordje. Ja. Noemt u zo'n bedrag? Nou, 75 gulden in de maand. 75 gulden per maand, volgens de heer Van Noord net genoeg om er zijn sigaretjes van te kunnen betalen. Ja, in het ongeluk van Prinsenbeek is het de moeilijkheid dat er nauwelijks schuldigen zijn aan te wijzen volgens de verzekering. En de schade was daar enorm groot. Volgens deskundigen, zoals de heer Aanstoot, zeker meer dan 10 miljoen. Meneer Aanstoot, u bent schadeverzekeringsexpert. In de situatie van Prinsenbeek is de schuldvraag niet vastgesteld door de officier van justitie. Heeft dat nog invloed gehad omdat u de zaken van de heer Vos hebt behandeld op zijn situatie? Nee, in zoverre heeft dat geen invloed gehad, omdat de strafrechtelijke zaak volledig los staat van de civielrechtelijke gevolgen van deze ramp. Ik denk dat de officier op andere redenen heeft gezegd, ik seponeer het geheel, omdat je toch een heleboel mensen zou moeten gaan vervolgen die al overleden zijn. Een heleboel mensen niet als direct schuldig kunt aanwijzen. En dat het meer een gevolg voor hem is geweest, dat zegt van nou, dat heeft weinig zin om nu nog deze mensen die dan misschien eruit gekomen zijn te vervolgen, omdat je dan een scheef beeld krijgt. Ja. De civielrechtelijke zaak die wordt later onderzocht en het is natuurlijk makkelijk als je een uitspraak hebt van de strafrechter omdat het mede een bewijsvoering geeft. Maar met assuredeuren kon toch gesproken worden over die schuldvraag. Omdat uit technische gronden die eraan vastzaten, met name schadeomvang, de soort van schade, toch een reconstructie mogelijk was. En dat heeft eigenlijk geleid tot het feit dat een civielrechtelijke schuldverdeling toch voor een heleboel mogelijk is geweest. Er zijn een heleboel mensen die van Prinsenbeek allerlei nare financiële gevolgen hebben gehad. Ja, dat kan ik me voorstellen. Het probleem is namelijk bij een heleboel geweest dat niet meer te herleiden was hoe het gebeurd is. En hier hadden we dus enige houvast aan een paar lezingen van een getuige en van meneer Vos zelf. En ook de schade van de auto gaf een duidelijk beeld van hoe het eigenlijk tot zijn recht is gekomen. Het zal je maar overkomen. Nietwaar, dokter Schoonheid? Ja, meneer Van Nillo. Het zal je maar overkomen. Maar ik ken
al geruime tijd voor dit trieste ongeval in Prinsenbeek de nodige verkeersslachtoffers, die als gevolg van een ongeval in een slechte lichamelijke en geestelijke toestand verkeren en die jarenlang voor hun rechten hebben moeten vechten en of niet, of maar een kleine schadevergoeding hebben gekregen. En zo ken ik er ook velen die daardoor economisch te gronden zijn gegaan. Ja. U hoort hier dokter Schoonheid, anatoom en keuringsarts uit Scheveningen. Hoe komt het nou eigenlijk, dokter Schoonheid, dat deze onhoudbare situatie is ontstaan? Ja, meneer Van Hillo, naar ons oordeel van een werkgroep in Nederland komt dat omdat het verkeersongevalsschadeverzekeringssysteem, althans het wezen, niet deugt. U hebt ook het merkwaardige feit dat wij alle gemotoriseerden en wettelijk aansprakelijk verzekerd moeten zijn door de staat. Prachtig. Of op andere wijze verzekerd, zoals u zegt. Maar in geval van een letsel en een ongeval moet men zich wenden tot de particuliere verzekeringsmaatschappij, die, als iedere maatschappij, winst moeten maken. Ja. En dan komt het conflict met die maatschappij als er ernstige letsel is ontstaan. Maar de maatschappijen innen wel de premies. En dat is in Nederland een behoorlijke som. Ja, dat zal een grote som. De moeilijkheid is dan, hoe kun je de zaak oplossen? En wat gebeurt er? Dat een groot deel van de verzekerden genoodzaakt zijn naar sociale instellingen te gaan. Daar betalen wij allemaal de belasting voor. Ja, dat is eigenlijk dubbel, hè? Het is dubbel. Ja. Wat moet er eigenlijk gebeuren om in die situatie verandering te brengen, volgens u? Nou, wij hebben dus via de eigen getroffenen in de werkgroep een contact gehad in geheel Nederland, telefonisch en met brieven. En daaruit hebben wij programmapunten gedestilleerd. Ik zou u willen verzoeken, ja, ik heb ze hier, om die voor te doen. Ja, ik zal ze even voorlezen. Geen enkel slachtoffer mag meer worden gekeurd door een arts van een verzekeringsmaatschappij. Zulke keuringen moeten voortaan alleen worden verricht door artsen van de sociale diensten onder staatstoezicht en met recht op hoger beroep. Punt 2. Slachtoffers moeten de beschikking krijgen over de rapporten die artsen over hen uitbrengen. Dat op deze stukken een zogenaamd medisch geheim zou rusten, wordt niet geaccepteerd. Schadegevallen mogen nooit langer dan 2 jaar lopen. Binnen een dergelijke termijn is het medisch mogelijk vast te stellen of er verbetering is gekomen in de toestand van slachtoffer, zodat eventueel blijvende ongeschiktheid kan worden vastgesteld. Punt 4. De nu vereiste omkering van de bewijslast moet worden afgeschaft. Dat wil zeggen, bijna niemand kan bewijzen dat hij of zij voor het ongeval gezond was. De verzekeringsmaatschappijen moeten daarentegen bewijzen dat de betrokkenen voordien niet gezond was. Punt 5. In de belastingwetgeving moeten voorzieningen worden opgenomen opdat mensen die jaren na een ongeval uitkeringen krijgen niet nogmaals worden belast door de fiscus. Punt 6. Een volkomen autonome instantie moet worden ingesteld ter bescherming van de positie der slachtoffers. Bijvoorbeeld een stichting bescherming verkeersslachtoffers. Deze instantie moet beschikken over eigen bona fide artsen en advocaten om de slachtoffers op te vangen en bij te staan, zelfs wat het vervaardigen van hun dossiers betreft. Nou, een laatste vraag, dokter Schoonheid. Wat zou u nou de kijkers en betrokkenen willen adviseren in zo'n situatie? Ik zou de betrokkenen toch wel hoop willen geven, ofschoon deze zaak in Prinsenbeek wel zeer chaotisch is verlopen. Ja. Ten eerste lijkt het mij dringend gewenst dat hier het no-fault-principe... Wat is dat? Dus geen... Geen schuldvraag? Juist, geen schuldvraag moet worden gesteld, zoals het in Nieuw-Zeeland is. Ja, ja. Daar is geen schuldvraag, ook niet als u daar als toerist komt. Je wordt altijd in dat opzicht geholpen. Maar dat principe is hier nog niet toegepast. Nee. Dit is heel belangrijk voor de verdere afwikkeling. Ja. En dan zou ik slachtoffers willen aanraden zich te bundelen. Ja. En daaruit een delegatie samen te stellen, liefst zo klein mogelijk. En zich te vervoegen op het departement van justitie.
waar op de afdeling van meester R. Kleton de punten die u voorgedragen hebt worden bestudeerd al 2 jaar lang. Dus dat is het adres waar de afvaardiging heen moet gaan. Juist. Ik geef dus de slachtoffers in deze zeker nog wel hoop. Dank u, dokter Schoonheid. Nou, zit naast u zit de heer Jutte, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Automobielassuradeuren. Ik kan me voorstellen, meneer Jutte, dat u wel een paar opmerkingen hebt over die punten die ik zo even heb voorgelezen. Dat heeft u goed geraden, meneer Van Hillel. Laat ik beginnen te zeggen dat ik begrip kan opbrengen voor dokter Schoonheid en zijn medestanders die teleurstellende ervaringen hebben gehad, dat ze zich beraden over maatregelen die genomen zouden kunnen worden om dit te verbeteren. Ja. Maar wat dat betreft zitten we op dezelfde lijn, want wij zijn er ook mee bezig. Voor één ding wil ik vooral waarschuwen, laat me toch vooral niet generaliseren. Het autoverzekeringsbedrijf behandelt zo ongeveer 800.000 schadegevallen per jaar hier in Nederland. Nou. Waarvan ongeveer 70.000 gepaard gaan met dood of lichamelijk letsel. Het aantal werkelijke klachten dat ons bereikt beperkt zich toch enkele tientallen. Het is nauwelijks in promillage uit te drukken. Ik geef toe, die enkele tientallen zijn nog tientallen te veel. Ja, er zijn nog steeds 5 mensen na Prinsenbeek die nog steeds geen uitkering hebben gehad. Hè? Dat houdt verband met de schuldvraagproblematiek. Ja, ja. Dat is niet aan het verzekeringsbedrijf te wijden. Nee, maar dat is een van de punten. Daar is de schuldvraagproblematiek zodanig dat niet kan worden vastgesteld dat er een aansprakelijke automobilist is die hier schuldig is. We hebben er zelf een studiecommissie voor benoemd. De heer Schoonheid heeft genoemd de commissie Kleton. Ja. Justitiële commissie die een studiegroep vormt om te onderzoeken of de schuldvraagproblematiek, wie is schuldig aan het ongeval? Ja. Omgezet wordt in een risico? Zeg. Om te zetten in een risico-element, zodat de slachtoffers altijd betaald worden, ook zonder dat men zich verdiept dus in de schuldvraag. Ja. Wij hebben zelf ook een commissie, ik maak trouwens deel ook van de commissie Kleton. Maar we hebben ook als assuradeuren een eigen commissie, een Uniecommissie aansprakelijkheidsrecht, die zich beraadt over de wijze, wat kunnen wij doen om het aansprakelijkheidsrecht zodanig te wijzigen dat slachtoffers, zonder dat het schuldelement nog in aanmerking wordt genomen, altijd worden schadeloos gesteld. Daar heb ik het oog op dood en lichamelijk letsel. Dus u bent het eens met de heer Schoonheid dat die zaak niet langer zou mogen duren dan 2 jaar? Daar ben ik het helemaal mee eens. Er zijn een aantal punten waar meneer Schoonheid en ik bepaald op dezelfde lijn liggen. Ja. Als hij zegt, om de schaderegeling moet niet langer dan 2 jaar duren, dan ben ik dat in principe helemaal met hem eens. Ik ben alleen van mening dat er uitzonderingsgevallen kunnen zijn. Mm-hmm. En de gevallen waar meneer Schoonheid over doelt, zijn naar mijn mening uitzonderingsgevallen. Maar er is misschien nog wel een punt dat u zegt, die beschikking over die rapporten die de mensen moeten hebben. Alleen de artsen, maar de slachtoffers zelf. De medische rapporten. Kijk, de medische rapporten waarover wij beschikken, mogen we natuurlijk niet, dat verbiedt de medische ethiek, om die ter beschikking te stellen aan de slachtoffers. Maar ze zijn onmiddellijk beschikbaar voor de huisartsen van die slachtoffers. En als die huisartsen bereid zijn om hun slachtoffers in te lichten over wat er in dat rapport staat, dat is hun zaak. Maar de medische rapporten zijn voor ons geen geheim. Die zijn beschikbaar voor de huisartsen van de slachtoffers. Ja, is er nou een mogelijkheid dat u met dokter Schoonheid nog eens in de clinch gaat en dat u het samen eens wordt? Ik ben ervan overtuigd dat we het samen eens kunnen worden. Ja. Nou, want we bogen beiden hetzelfde. Verbetering van de positie verkeersslachtoffers. Daar maken wij ernstige studie van. Ja. En dat is eigenlijk ook het doel wat dokter Schoonheid nastreeft. Ja. Hebt u nog een advies tot slot aan weggebruikers in het algemeen ten aanzien van hun verzekering? Ik zou zijn aanraden, mensen die zo zwaar op de weg zijn, zoals die truck-trailers, om de eerste plaats zich volledig te dekken, ook zichzelf voor ongevallen te dekken. En als dat om financiële redenen misschien niet mogelijk zou zijn, dan toch in ieder geval ook een rechtsbijstandverzekering naast de WA-verzekering te nemen, zodat wanneer er een vorderingsrecht is, dat ze een steun achter zich hebben van een verzekeringmaatschappij die het voor hen terughaalt. Dank u wel, meneer Jutte. Dames en heren, in onze radio-uitzending NCRV Radio Globaal van aanstaande donderdag tussen 14:30 en 17:30 zullen wij nader op deze zaak ingaan. Mocht u dus problemen hebben op dit gebied, dan zijn wij graag bereid om dat in deze uitzending van Globaal te behandelen. En Dick Bikker en Johan Bodegraven zijn daar druk mee bezig met Gert van Brakel om deze zaak donderdag aan de orde te stellen. Schrijft u dus naar de NCRV voor donderdag, opdat wij uw brief in die uitzending kunnen behandelen. Ja, meneer Jutte, ik kom dan weer bij u terug. We hebben het al over gehad over de oorzaak. Maar als u nou de balans opmaakt van Prinsenbeek, heeft men er eigenlijk dan wat van geleerd in het algemeen? Nou, ik ben dan wat pessimistisch. Ik zeg, men heeft er niet, de weggebruiker heeft er niet veel van geleerd.
Je kunt een aantal zaken noemen. Er moet afstand gehouden worden. Je moet je snelheid aanpassen. De verlichting. Nu, als het geen mistig weer is. Als het wel mistig weer is. Gebruik van knipperlichten. Daar kun je over gaan praten. Het bijhouden van de wegenverkeersinformatie. Verzorgd via de radio. Nou, dat zijn een tal van zaken waar je over kunt gaan praten. Maar dat kun je alleen als je dus op dat moment bezig bent met een gerichte verkeersopvoeding van de weggebruiker. Dat is de hoofdzaak. En dat is, dacht ik naar mijn mening, de hoofdzaak. En daar moet je bij voortduring mee bezig blijven. Want op het moment dat je denkt dat je daar klaar mee bent, dan is het al het werk voor niks geweest. Nee. Nou, zit hier naast u meneer Jenissen, expert op het gebied van signalering op de weg. Ook ten aanzien van mist. U bent van Verkeer en Waterstaat, u hebt daar een studie van gemaakt. Wat zijn nu de mogelijkheden? Als we nou stilstaan bij bijvoorbeeld de mogelijkheid van een bordje mist, waarschuwing. Ziet u daar wat in? Ik zie daar helemaal niets in. Dat bord moet namelijk op de juiste plaats staan. En waar je dat neer moet zetten is dan het probleem. En wil je dat safe spelen, dan zal je dus langs de hele weg om de vaste afstanden dit soort borden moeten neerzetten die je dan eventueel aan- en uitschakelt. Uh-huh. Maar op grond waarvan moet je ze dan weer aan- en uitschakelen? Dat is een probleem op zich. De detectie van mist is een probleem wat technisch nog beslist niet is opgelost. Je zou het ook kunnen doen op grond van visuele waarnemingen. Maar dat is een systeem wat dus werkt met verkeersinformatie. Dat wordt automatisch gemeten. En aan de hand daarvan wordt automatisch bepaalde borden ingeschakeld. Als er file is, wordt het dus zonder tussenkomst van de mens geconstateerd. En het waarschuwingsmechanisme wordt in werking gesteld. En als de file weer is opgelost, dan krijgt u weer het bekende bord. Einde alle verboden. Ja. Ja, u bent het aan het ontwikkelen, het systeem, maar dat duurt nog lang, geloof ik, hè, voordat we er iets van te zien krijgen. Nou, we zijn op dit moment in een redelijk ver stadium, dacht ik. We zijn nu bezig om de specificaties van dit systeem rond te maken. Volgend jaar worden de prototypes voor de apparatuur ontwikkeld. Het is namelijk spul wat niet op de kastplank ligt, dus wat speciaal ontwikkeld moet worden. Programmatuur moet geschreven worden. In 1978 hopen we dan het eerste traject als proefproject te installeren, om dan in de loop der tijden, en daarbij denken we voorlopig aan 2 jaar, dit systeem verder uit te bouwen. Ja, op welk traject is dat? Is dat traject Rotterdam-Delft? Is dat wat u bedoelt? We hebben twee projecten. 1 op Rotterdam-Den Haag en aansluitende wegvakken, de A13. En het andere project is tussen Amsterdam en Utrecht en een gedeelte van Oude Rijn tot Maarn. Wat is uw mening daarover, meneer Lutke? Bent u daar helemaal voor? Nou, ik dacht dat alle technische hulpmiddelen die hierbij te hulp kunnen komen, dat we daar dankbaar gebruik van moeten maken. Maar nogmaals blijf ik van mening dat je daarbij steeds een appel moet doen op het gedrag van de weggebruiker. Je moet hem wat verdraagzaamheid, dacht ik, vooral bijbrengen. Dat hij bereid is om rekening te houden met de fouten die een ander maakt. Ja, ik heb altijd horen zeggen dat goed autorijden is bedacht zijn op het maken van fouten door anderen. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Mits je dan ook inbouwt dat je zelf ook die fouten maakt. En dat je daar dan ook wel rekening mee moet houden. Uw laatste advies aan de automobilist? Mijn laatste advies, dat is een rustig weggedrag. En een verdraagzaam weggedrag. En niet als de boek op de havenkist een fout van een ander proberen te corrigeren. Daar bent u voor, ja. Daar ben ik voor. Dames en heren, u hebt begrepen, het programma over Prinsenbeek is eigenlijk een veilig verkeersprogramma geworden. En dat was ook onze bedoeling, omdat wij willen aansluiten op de woorden van de officier van justitie die in zijn perspublicatie in oktober 1972 onder andere het volgende citaat leverde. Het zijn niet alleen die bestuurders die op 25 augustus in Prinsenbeek in blind vertrouwen op een vrije doortocht als ganzen met grote snelheden vlak achter elkaar reden, doodernstig uitgaand van de vaste overtuiging dat onze wegen zonder obstakels of stremmingen vrij doorlopen, ondanks mist of duisternis. Op alle grote wegen kunt u ondanks het ongeluk bij Schiphol, ondanks de ramp van Prinsenbeek, elke dag en ook vandaag de stoeten met die fanatiek voortjagende goedgelovigen achter het stuur zien. Met angstwekkende kortzichtigheid nemen zij het risico dat als er op een kwaad moment één struikelt, de hele meute fataal op een hoop klapt.